Jean-Pierre van der Velde 0-0 tegen La Louvière in de topper van deze, van deze week, mag ik wel zeggen. Scoreloos gelijkspel, maar toch een aangename wedstrijd om volgen. Ja, ik vond het ook. Alleen het resultaat is misschien niet voldoende. 0-0. Dat kunnen 2-2 zijn. En als er een ploeg moet winnen, vind ik wel dat FC Dender vandaag de 3 punten moet hebben. Als je ziet, onze eerste helft was bij momenten subliem. Ik vond terug het voetbal terug. Wat ik gezien heb voor nieuwjaar, vond ik bij momenten terug. En als je ziet, het schot van Fabrizio wordt afgestopt door de keeper. Dan die kopbal tegen de deklat. Kopbal tegen de deklat van Kassa. Dan die maaiing. Er was een maaiing van die Landu daar, van die stopper op Julien. Niet gefloten, dat vond ik wel een beetje erover. Die moet rood hebben, vind ik. Dus op dat ogenblik, ja, dan zijn die mannen met 10, dan wint je volgens mij de wedstrijd. En dan hebben we nog bij Vlagen goede acties gemaakt. Natuurlijk, zij krijgen ook een hele grote kans met die lopbal. 43ste minuut en Nick Keijzer gelukkig op de lijn. Nick Keijzer volgt goed de richtlijnen, dus hij weet, als de keeper uitkomt moet je proberen hem af te dekken. Hij heeft dat goed gedaan, hij heeft die goede covering gedaan en zo blijft het daar 0-0, komt er nog goed weg. En tweede helft dan, Dender toch eigenlijk bijna volledig op de helft van La Louvière, maar zonder echt grote kansen. Ja, dat is natuurlijk het spijtige van de zaak, dat je dus druk zit, druk. Er was ook gevraagd van druk te zitten van de eerste minuut, van in het begin van de wedstrijd. We doen dat natuurlijk ook nog tweede helft. Dan zie je toch ook ja, dat je iets mist en dat niet het frisse voetbal niet meer tot uiting komt. Dan mis je ook, vind ik persoonlijk, de infiltraties van het middenveld. Hetgeen aan een Terki, we gaan de naam noemen, heel goed deed. Dat, moet nu, dat was er nu niet. Ik had gevraagd aan Fabrizio en Redouan van een van beiden altijd die tweede een bal komen op te halen. Ze achter de spitsen en van daaruit actie maken. Is niet gebeurd. Vind ik. En dan heb ik dan ook 2 wissels gedaan. En ik dacht dat dat terechte wissels waren. Ze zijn misschien een beetje vermoeid, want het zijn 2 lichtgewichten. En na een zwaar seizoen misschien wat minder. Ja, het zou kunnen. Ja. Want ja, inderdaad, het zou kunnen. Ik vond dat DJ goed inkomt, Kabumi. Ik vond dat hij snelheid inbracht. En vond ik toch goed. En ik vond dat Agnor, ja, dat hij ook wel iets heeft. Dat vind ik ook. En ik denk wel dat we op de goede weg zijn. Dat denk ik wel. Ik heb ook een goede mentaliteit gezien voor de wedstrijd, gisteren op training, tijdens de wedstrijd, na de wedstrijd. Ik vind, alleen ook de speers vandaag, we kunnen ze niet verwijten van inzet. Alleen een doelpunt ontbrak. Ja, goede trainers starten altijd met hun beste elftal en dat heb jij ook gedaan vandaag. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd van het elftal te behouden die het goed gedaan heeft. En dat is ook gelukt in de eerste helft. We mogen terugblikken op bij momenten goede wervende aanvallen. Alleen, ja, nu moet het een doelpunt. En nadien is het spijtig natuurlijk. Maar liever 0-0 dan 2-2. Waarom? Dat geeft vertrouwen aan de verdediging, aan de keeper, aan iedereen. En we hebben nu 14 dagen om goed te werken en om Oudenaarde voor te bereiden. En waarom zouden we daar de 3 punten niet gaan halen? Ja, er zijn nog 5 wedstrijden te gaan. Dus jij hebt overgenomen met nog 6 wedstrijden op de teller. 6 finales. De eerste finale is achter de rug. 0-0. Misschien niet qua resultaat wat je gehoopt had. Maar in elk geval toch een goede wedstrijd gespeeld. En inderdaad, 14 dagen om die volgende wedstrijd voor te bereiden. Om jouw specifieke accenten te kunnen leggen. Ja, dat me vandaag toch wel een beetje gemist. In die zin ook. Je hebt 1 training achter de rug. Ja, op 1 training kun je weinig doen. Dan moet je proberen van eerst met je staf te praten en dan geleidelijk aan individuele en collectieve gesprekken aan te gaan. En dan gisteren op training toch wel proberen van de fight spirit een beetje in te krijgen. Want ik vond dat die de laatste weken verdwenen was. En ik mag alleen vandaag toch terugblikken dat dat toch allemaal goed in elkaar zat. En het is nu aan ons om, we hebben 14 dagen, we gaan proberen van de vrijdag een vriendenwedstrijd te spelen. Om toch wel die zaak serieus aan te pakken dat we op Oudenaarde de 3 punten kunnen pakken. Ja, het stond in de sterren geschreven dat Jean-Pierre van der Velde ooit nog zou terugkeren bij FC Dender. Bij deze is het gebeurd, tot tevredenheid denk ik van iedereen. Supporters zijn tevreden, ik veronderstel jij ook. Ik ook, maar ik zou natuurlijk heel tevreden zijn moesten we op het einde van de rit de promotie afdwingen direct. Dat zou ik heel graag hebben, want waarom? Dan ben ik ook zeker dat ik volgend jaar hier in Antroer nog ben. En ben ik ook blij dat de FC in tweede klas is, of in de Superliga.
Maar we gaan er alles aan doen en ik ben er wel zeker van, want wij hebben vandaag misschien, ja, 0-0 gespeeld, maar toch tegen een goed La Louvière. Ik vond dat La Louvière bij momenten ook goede voetbal speelde. En snel en ook een paar grote jongens heeft. En snelle man ook heeft. Dus ben ik aan de ene kant toch wel niet ontgoocheld. Maar ik hoop wel binnen 14 dagen dat we nog iets beter voor de dag gaan komen. En waarom niet gaan winnen in Oudenaarde. Ja, een klein euvel toch bij de thuisploeg, vinden wij, is het gebrek aan kansen de laatste weken. Er worden weinig kansen gecreëerd. Zie jij mogelijkheden om daar iets aan te doen met het materiaal dat je ter beschikking hebt? Ik denk dat de ploeg bijna dezelfde is van over 3-4 maanden. Alleen natuurlijk, ja, ik ga het niet blijven noemen. Die jongens zijn na, want op lange duur gaan de spelers ook op lange duur nadenken. Van, het is altijd over hem dan maar praten. Nee, maar zonder hem moet het ook lukken. Dat vind ik ook, ja. En daarmee had ik een beetje meer verwacht van de flanken. Ik had gedacht dat Redouin en Fabrizio, dat die gingen iets meer vanuit het middenveld komen en actie maken. En dat vond ik vandaag iets minder. Oké. Okay. Ik ook die wissel gedaan heb en gaan spelen op een 4-3-3 met twee infiltrerende middenvelders. Jij moet dat systeem kennen, want Club Brugge speelt zo. En ik vond hem dat niet slecht gedaan op dat ogenblik. En ik vond dat hij goed ingekomen is. Ik vond dat Agnor ook zijn best gedaan heeft. Maar nu is het een kwestie van rustig blijven en goed trainen, de goede mentaliteit terug inbrengen. En we moeten er staan binnen 14 dagen. Ja, die twee weken zullen dienen om bij sommige spelers de batterijtjes wat terug op te laden. Ja. Voetballen kunnen ze genoeg, dat hebben we al gezien voor nieuwjaar. En wij hopen die laatste 5 wedstrijden dat het 5 keer boenkop zal zijn. Jean-Pierre, bedankt voor het interview en veel succes nog bij Dender. Dankjewel.